Je hebt gezegd, de vraag die het meeste krijgt is, wie is de mol? Dat is eigenlijk niet waar. De vraag die ik het meeste krijg is, hoe traag kun je eigenlijk typen? Oei. Dat is echt waar, omdat bij elke eliminatie, dat is echt... Ah ja. Maar dat is zo, hè. Zo, hè, zo moet ik dan typen. Maar ja. Dat moet. Ik kan eigenlijk heel snel typen, maar ik moet dat doen om de spanning op te bouwen. Ja. En om niet direct, als ik het doe van, oké, Julie, we gaan eens kijken... Ja, dat is niet zo tof. Nee, dat is waar. Dat is geen goede televisie natuurlijk. Bovendien, dat programma dat we speciaal hebben laten schrijven, ik hoef eigenlijk maar alleen de eerste letter van de naam in te typen en dan gaat hij automatisch de andere letters. Dus ah, ik kan okay. Zelfs blind typen als ik wil. Maar het is dus gewoon voor de spanning. Ja, maar ja, we weten allemaal dat Baha de Mol is, hè, Chill? Weten we dat allemaal? Ja. Kijk, we kunnen vanmorgen redelijk exclusief stellen dat de mol een man is. Ja. Ja. Ja, dat is waar. Dus Pascal... Het is de eerste keer in 4 maanden dat ik dat mag zeggen. Ja, kleine spoiler alert, toch wel. Want ja, gisteren is Pascal eruit uitgegaan. Ja. Ik dacht dat zij het was. Ah, kijk, ja. Maar nu denk ik Baha. Nu denk je Baha. Ja, kijk, goed. We zullen zien wat je volgende week zondagavond denkt. Hè. Ik ben een beetje... Het is Baha, hè. Kijk naar mij. Ik kijk heel graag naar jou, maar oh. Ik kloten om te zeggen.